Boten die leerlingen van diverse dorpen van Kommerwijnen naar school vervoeren, moeten aanmeren bij de kapotte steiger van Nieuw-Amsterdam. Slechts de moederbalk van de steiger is nog intact. NDP-parlementariër Annie Sadi is bezorgd over deze situatie. Ze vroeg de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aandacht voor dit probleem. Situatie in het resort Nieuw-Amsterdam en wel op die aanmeersteigers, kinderen die uit resort Magrita komen, het vissersdorp Pomona en Rustenwerk, moeten letterlijk kruipen op de moederbalk dat is overgebleven, vooral bij laagwater. Mijn oproep, en dan vraag ik de minister van Onderwijs, samen natuurlijk met het ministerie van OW, om echt wat aan te doen en prioriteit te stellen. We zijn al bezig 3 weken hiermee in het district om door te geven daar bij de autoriteiten. Maar helaas is er nog niks en ik wil via u de foto's geven hoe ernstig het gevaar is. Want ik wil voorkomen, gaat men de put dempen wanneer het kalf verdronken is. En eenmaal overkomen Wijnen, de weg van militair project, voorzitter aan de rivierzijde, is schrikbarend slecht. Oudjes zitten vast daar op die weg, dus ik wil echt aandacht vragen voor die geval. Sadi vroeg ook aandacht voor de landbouwers die verlies hebben geleden door wateroverlast. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij had eerder aangegeven dat zij boeren die schade hebben geleden tegemoet zou komen. Voorzitter, de landbouwers moeten ze echt een ons wegen van het wachten op hun vergoedingen, want LVV heeft ze vanaf dag 1 begeleid. Dus ik kan me niet voorstellen dat het aan administratieve fout liggen. Sadi wil dat de minister van Grondbeleid en Bosbeheer ervoor zorgt dat mensen die percelen hebben in het militair project de Kommerwijnen hun percelen onderhouden. Veel van die percelen zijn volgens haar bebost.